Marco van Basten maakt zich op voor zijn eerste grote klus als trainer. 11 jaar nadat hij noodgedwongen moest stoppen als speler. Een slepende enkelblessure zorgde voor een naar einde van zijn imposante carrière, waar hij maar moeilijk aan kon wennen. Van Basten zonderde zich af en moest niets hebben van wat voor een media-aandacht dan ook. De heimwee naar de voetballer van Basten werd daardoor alsmaar groter bij de voetballiefhebber. Precies 10 jaar geleden, in 1996, lukte het voetbaljournalist Hugo Borst Marco van Basten te overreden voor een lange interviewsessie in Amsterdam. Om terug te kijken op zijn jaren als voetballer. Monument voor Van Basten heette dat toen. Overmorgen, maandag 5 juni, zenden we deel 2 uit, waarin Van Basten terugkijkt op zijn Italiaanse jaren en zijn interlandcarrière bij Oranje. Nu, in de komende 50 minuten, ziet en hoort u Van Basten van 10 jaar geleden over zijn periode bij Ajax. Marco van Basten, de voetballer. Zullen we nou maar beginnen? Benieuwd of je dit fragment... Lijkt me een goed plan. Benieuwd of je dit fragment kan herinneren. Dan blijkt hoe royaal Ajax in de talenten zit. Dit is Van Basten, die voor 3-0 zorgt. Speler van het UEFA Jeugd in nationale team. 16, een Utrechter ook. En hij scoort hier het derde doelpunt. Hij viel in voor Cruijff. Ja, dat is natuurlijk... Een jongensdroom die in vervulling gaat. Ik was 17 geloof ik en bij je debuut scoor je. Ik viel in voor Cruijff. En ja, halverwege dan moet je warm lopen en dan hoor je zo het publiek tekeer gaan van wie is dat nou weer. En, ja, ik speelde gewoon wel goed. Ik had dus een goede goal. Ik had nog een paar acties aan de zijlijn. En ik had nog een actie dat ik in het midden van een meter of 17, 18 buiten strafschopgebied net. Dat ik een mooie stift wilde geven, maar ik was zo nerveus, ik schoot hem bijna het stadion uit, geloof ik. Maar het ging goed. Weet je wat je verdiende toen, dat seizoen? Ja, ik was gewoon jeugdspeler en ik kreeg 500 gulden per maand reiskosten. Maar daar was ik uiteraard zeer tevreden mee. Je hield in die tijd nauwgezet in schriftjes bij hoeveel je scoorde. De opstellingen staan er ook bij. Ja. En dit is... Het blaadje zaterdag 3 april 1982. Ja, dat is mijn klappen, ja. Met grote letters staat er debuut. Ja, uitroepteken. Zaterdag 3 april. Was je zo'n fanaticus dat je het allemaal bijhield? Ja, ik hield het wel allemaal bij, ja. Ja, ik vond het gewoon leuk. Je hebt dat, maar je ik hield dus ook A1 bij en ik hield het tweede bij. En ik hield eigenlijk, tot het moment eigenlijk dat ik in het eerste kwam, hè. Toen wist ik gewoon dat het opgeschreven werd, dus toen hoef ik hetzelfde mee te doen. Spanenburg, Cruijff, niet buitenspel. Van Basten, doelpunt. Het kon niet uitblijven. Utrecht zat stuk op dit moment. Behalve met Spanenburg en Cruijff speelde Marco van Basten toen met Jan Mulby, Dick Schoenhaker, Jesper Olsen en Søren Lerby. Ah, die schoenen nog. Was Cruijff jouw idool? Geloof het wel, hè? Ja. Posters op de kamer? Ik vond hem een verschrikkelijk goede voetballer. En natuurlijk, iedereen wilde zo goed worden als hij. Maar ik was niet zo van handtekeningen vragen en shirtjes in de kamer en posters. Ik had een poster in mijn kamer, die had ik een keer gekregen. Die was van Simon Tamata. Ja. En een vriendje van mij had een poster van Cruijff. Ik kreeg van Johan heel veel kritiek. Zo erg zelfs dat ik op een gegeven moment, wat ik me kan herinneren, nog een keer van de training af wilde lopen. Omdat, ja, ik kon niet naar links lopen, was fout. Ik kon niet naar rechts afspelen, was fout. Ik kon niet stil blijven staan, dat was niet goed. Ik deed alles niet goed. En tot ik op een gegeven moment zei van, nou, ik krijg nou het Lazarus maar, ik ga pleiten hier. Met tranen in mijn ogen. En toen kwam Van Wijk, Hasje Van Wijk was toen de hulptrainer. Die zei, terug, laat je niet kennen. En probeer sterker te zijn dan dat. En vanaf dat moment... was het wel goed wat ik deed. Ik bedoel, het was wel goed ingespeeld, het was wel goed vrijgelopen. Toen was hij aardiger voor je? In één keer draaide dat om, ja. Tja, dit is ook... Ja. Het was in Lyon, hè? Tegen Argentinië? Ja. Maar... Speelden we op 1800 meter hoogte, 's middags om 2 uur. Het was geloof ik 43 graden. En het werd alleen maar warmer. Dit is een goede paas van Schip. Is van Schip? Dat is van Schip, ja.
Gerald Vanenburg werd in die tijd eigenlijk hoger aangeslagen dan jij. Ja, want hij speelde alvast in het eerste. Ik was nog tweede, ik zat in tweede. Maar hij is ook een seizoen ouder als ik. Hè? Maar keek jij ook tegen Vanenburg op? In het begin wel, ja. Want Vanenburg was in de jeugd, want ik kom ook uit Utrecht en hij ook. In de jeugd was hij onvoorstelbaar. Tot zijn 15e, 16e jaar was hij bijna onnavolgbaar. Hij pakte een bal op, liep 6 man voorbij. Maar naarmate het voetbal fysieker werd, en in de top wordt het steeds fysieker, en dat is nog steeds het geval, het wordt nu nog steeds fysieker. Ja, kwam hij er toch minder uit, omdat hij werd gewoon omver gegooid of eruit gelopen. Of, nou ja. Dus dat was jammer. Dus maar met name tot 16, 17 was Gerald absoluut de king. En hij heeft het wel gered. Nou, hij heeft Europa Cup 1 gewonnen. Ja, hij is Europees kampioen geworden, weliswaar als dienende speler. Maar de belofte die er rondging toen hij 15 was van de nieuwe Maradona, dat heeft hij niet kunnen realiseren. Koeman. Kans van Basten. Goed. Goed. Ja, heel mooi. Marco van Basten brengt Ajax op 2-1. 5 minuten voor het einde van de wedstrijd. Ja, dit is een schitterende goal. Nee, dat is zeker zo. Want ik zit me te bedenken. Je staat met de rug naar de goal toe. Weet je dan waar de goal zich bevindt? Ja. Alleen de echte spitsen weten dat. Ja, maar ik denk de meeste mensen wel. Al die mensen die daar in het grasgebied staan weten wel waar de goal is, hoor. Nee, maar goed dat jij met de rug er naartoe staat. Ja, oké, maar dat, je ziet zo'n goal. Daarna kijk je naar de bal, de tegenstander. Je ziet een penaltystip, je ziet het strafschotgebied. Dus je weet ook wel waar de goal is. Maar dit is vrij goed, ja. Vergelijk jij met als je nou moet vergelijken met een spits, Gerd Müller, Romario? Nee, dat zijn andere types. Romario is heel anders, maar is heel explosief. Is echt een katachtige speler. En ik zou dat ook wel hebben willen zijn, maar daar had ik de bestuur niet voor. Maar ik was ook explosief, maar op een andere manier. Ik was natuurlijk veel langer. Ik had een hele goede techniek en ik denk dat ik gewoon slim in de spits was. Ik wist waar ik moest staan en ik wist wat ik kon en wat ik niet kon. Kijk, in principe is een type als Romario, die is ongelimiteerd, die kan bijna alles. Ja, ja. Nou, dat had ik dus niet. Maar ik was wel goed zat, hoor, daar niet van. Koeman. Van Basten. Goed. Neer op een moment dat het niet meer hoefde. De beroemde 8-2... tegen het Feyenoord van Cruijff en Gullit. Ballenjongen bij deze wedstrijd was Jordi Cruijff, die een loyaliteitsconflict had tussen zijn club Ajax en zijn vader Johan. Ja, dat was dus wel een sterk punt voor mij. Dat ik het laatst nog het ballen in de lucht doodleggen of meenemen, dat ging heel goed. En dat zie je hier ook. Dat is zo makkelijk. Gewoon hap, pam. Hij is nog niet eens direct dood, maar hij is in ieder geval binnen mijn bereik. Je stond overigens wel heel erg vrij, maar goed. Ja, maar dat lijkt altijd. Als je het Studio Sport kijkt, dan denk je, Jezus, wordt er nog gedekt? Dit was de bekende. Maar dit is natuurlijk ook elke keer maar een momentje. Als je een 90 minuten wedstrijd kijkt, dan wordt er wel gedekt. Maar net die ene moment dat je niet gedekt wordt, krijg je een kans en dat laten ze zien. En dan denk je, nou, ik weet nog wel, die Gullit die kwam heel vaak opzij. En hij zat toen de tijd bij Feyenoord of PSV en wij bij Ajax. En dan zei hij van, ja, Jezus, wil jij nog wel eens gedekt zeggen? Weet je? Scoorde natuurlijk best wel vaak. Maar hij ziet dan natuurlijk die momentjes. Staffleu, Vermeulen. Alles is vol. Molenaar speelde de bal. Olsen. Hophof. Aan de andere kant is Van Basten helemaal vrij. Ja, en nu? Dag, Hielen. 6-2. Knap uitgespeeld en Aad de Mos wil het veld in aan de zijkant. Dat weet hij zich te herinneren, dat mag niet. Opgetogen als hij is over deze laatste goal van Basten. Over de marge vooral die Ajax hier aanbrengt ten opzichte van Feyenoord. 6-2. Thank you.
dit nou een stift, een boogbal, een lopje? Dit is een stiftje, ja. Nou ging Joop hielen. Die ging gauw naar de grond, ja. Ik wou het net zeggen. Ja. Daar stond hij algemeen onbekend. Ja, ben jij nou de uitvinder van de stift? Nee hoor, ik weet nog wel dat ik vroeger naar Duits voetbal keek en toen zag ik Allan Simonsen. En die deed dat ook regelmatig. Maar er is in voetbal is er weinig uit te vinden. Ik denk dat alles al gedaan is hoor. Ik pak even het schriftje er trouwens weer bij, want ook dit heb je aangetekend. Een schrift. Ik heb verschillende klappen zie ik nu. Daar staat mijn biologieklappen staat er ook. Je deed je huiswerk toch wel, want je hebt je HAVO-diploma gehaald, Marco. In biologie had ik allemaal gekke antwoorden, maar nou begrijp ik het. Ajax Feyenoord, 8-2, zondag 18 september 1983. Je hebt het eigenlijk best sober afgedaan, want er staat alleen maar gescoord 3 keer. Dat was mijn eerste interlanddoelpunt, ja. Klopt. En er zouden er nog vele volgen? Nou, niet eens zo heel veel, hoor. Als het vergelijkt met mijn clubscores. Ja, vind je dat je... Want ik weet het uit mijn hoofd uiteraard. 58 interlands, 24 goals. 25 volgens mij. 24. Te weinig, vind jij? Ja. In die maand september speelde je met Feyenoord. Tegen Feyenoord, 8-2. Je maakte je debuut. Je maakte je eerste goal in Nederland. Wat dacht je toen van, nou ben ik er? Ik weet nog heel goed dat ik tegen Schip in de bus zei. Als ik, want we speelden zeg maar zondags thuis tegen... Ik weet niet, of uit tegen bijvoorbeeld een Den Bosch of zo. En toen wist ik dus dat ik met het Nederlands elftal moest voetballen. Die woensdag tegen Ierland, zegt tegen Schip. Ik weet niet of hij zegt, dan zeg als ik zondag scoor. En als ik woensdag scoor, word ik miljonair. Hoe kinderlijk. Ja. Maar leuk. Ja. Nou, dat is wel wat ik zei. De eerste helft, een drama. We stonden met 2-0 achter. Verkeerde wind of weet ik veel wat. En de tweede helft draaide alles om. 2 keer Gullit en 1 keer ik. Nou, het is wel aardig dat je dat zegt. Eerste helft drama. Dat staat hier in dat schriftje. Dat jullie de eerste helft 4-4-2 speelden. 2-0 uitroepteken. Tweede helft 4-3-3. 2-3 uitroepteken. Ja, waarschijnlijk toch verkeerde tactiek gedaan. Dus 4-3-3 was heilig voor jou kennelijk in die tijd. Nou kijk, ik speelde toen bij Ajax. En dan... Ik denk ook dat alle spelers... Met name in die tijd, die opgroeide. Bij je elftal werd altijd 4-3-3 gespeeld. En links, rechts, buiten een spits en zo. Dus iedereen wist hoe dat moest. Mooi goal? Goeie goal, ja. Ja. Het was echt een... Mooie strakke voorzet van Wijnsteker. Ja, zeker. Maar gewoon goed koppen, weet je. Ja. Ja, moet een beetje mazzel mee hebben natuurlijk, maar in ieder geval goed uitgevoerd, zodat het mazzel kan worden. Ja. Kijk, dit is goed voetbal. Let op. Ja, handstand, hè. Ja, dan wisten we van gekkigheid ook niet wat we moesten. Ja, het was apart natuurlijk. We kwamen in één keer met allemaal nieuwe, jonge gasten. En Ierland was toch best een land nog. En er werd zomaar even gewoon gewonnen. En we hielden de kans nog op het volgende WK of zo, weet ik veel. EK. EK 84, waar jullie jammer genoeg ontbraken. Ja, want ik kreeg hierna ziekte van vijven. Dat heb ik niet meer meegedaan. Ja. De eerste keer dat Van Basten in aanraking kwam met het extreme geweld van het internationale voetbal was tijdens het Amsterdam-toernooi van 1984. En geel voor Oliveira, gegeven door scheidsrechter Van Ettenkoven. Schitterende voetballer die... Op dit geluid. Van Basten, genadeloos neergehaald door Oliveira, die al geel kreeg in het begin van de wedstrijd. Dit hoort niet op een voetbalveld thuis. Een juiste en moedige beslissing.
De captain van Mineiro. 2 jaar geleden van Peñarol uit Montevideo gekomen. Ziet hier dan toch rood. Hij zegt allemaal hele smerige dingen tegen de scheids. Niet voor die poeta zo. Ja. Cruijff had een zesde zintuig om het te ontlopen als spits, te springen. Had jij dat ook? Ja, denk het wel. Ik ben natuurlijk wel vaak toch nog wel aangepakt hoor, maar over het algemeen viel dat wel mee. Zoals net ook wat ik aangetikt werd, dat is ook een beetje luiigheid. Dat je dan ook niet blijft op je tenen, zeg maar, springen. Ja. Maar ik had een goed gevoel dat als ze op me loerden, dat ik wel ongeveer wist van nu is het draaien en springen. Of springen en draaien. Of... Dat denk ik wel, ja. Maar als iemand je echt wil blesseren en die jongen heeft kwaliteiten, dan lukt het hem. Schoenhaker. Middenveld is nauwelijks meer bezet bij MVV. 3 man blijven voorin hangen. Smeets, Nanninga en Vermeulen. En de rest is terug. De ploeg is op. Heeft veel gegeven tegen het wervelend spelende Ajax. Van Basten, een van de betere. Zo niet de beste. En Rob de Wit die 5-1 aantekent dankzij schitterend voorbereidend werk van Marco van Basten. Basten, een van de betere. Zo niet de beste. Dankzij schitterend voorbereidend werk van Marco van Basten. Ja, hier zie je gewoon dat ik wat ouder word, wat sterker word, dus wat meer dingen gaan doen. Ik had ook wel wat van Cruijff in sommige momenten. Cruijff is wat kleiner, dus wat rapper. Maar ja, Cruijff kon weer minder goed kop als ik. Tenminste, hij maakte weer minder doelpunten en zo. Oh ja, ik was sowieso een goede voetballer. En een goede voetballer zie je niet vaak in de spits. Die beperken zich toch al gauw tot het middenveld. En ik bedoel, voorin is het ook geweld. En dan onttrekken ze zich vaak aan. In het middenveld krijg je gewoon meer de bal. Dus kan je mooiere dingen doen. En ja, je wordt minder streng gedekt als in de spits. Als spits was ik natuurlijk best wel uniek. Klinkt een beetje idioot, zeg maar. Er zijn weinig goede voetballende spitsen geweest die ook nog scoorden. En als middenvelder had ik ook gewoon een voetballende middenvelder geweest die af en toe misschien ook nog scoorde. Maar er zijn er meer van. Ik ben natuurlijk ook veel te jong gestopt. Ik was 28. Toen had ik eigenlijk zoiets van, nou, we gaan nu naar achteren. En daar kwam niet veel meer van terecht. Hoe frustrerend is dat? Dat ik dat niet heb kunnen doen, ja. Ja, dat weet ik niet. Dat is lastig. Als ik eraan denk ik, godverdorie, het zonde. Maar ja, je moet ook niet te veel denken in het leven. Denk je dan snel van nu aan iets anders denken? Nou, dat denk ik niet zo bewust, maar het komt er wel van. Dat kap ik wel af, ja. Wanneer heb je voor het laatst trouwens gevoetbald? Op het strand of zo? Ik heb van de week nog met jongens gevoetbald. En... Nou, dat had ik al niet meer verwacht, hoor. Maar dat was op een klein partijtje, een klein veldje, een klein partijtje. En dat was heerlijk, joh. Er is ook niks vermoeiender als voetbal, hoor. Want je kan gaan tennissen en al die andere dingen gaan doen. Maar voetbal is een stuk vermoeiender. Omdat het ook man tegen man is? Man tegen man, het is kort, het is uithoudingsvermogen. Kort sprintwerk in. En als je het zo leuk dan speelt, 4 tegen 4, 5 tegen 5, dan is het weinig stilstaan. En dat dus gaat? Is het heel zwaar. Dat gaat? Ja, dat gaat. Het enige wat dus niet gaat is dat ik kan niet hard lopen. Dus ik kan niet joggen, ik kan niet lang. Een meter of 20 of zo, of langer, dat is lastig. Maar zeg maar binnen de 10 meter lukt me het over het algemeen nog wel. Als je dat doet, dat is heel erg prettig. Dat is heel erg leuk. Dat is bijna zo leuk als toen je vroeger op straat speelde. Als je je eigen handicap, als je je eigen beperking accepteert en kent. En je weet van god, in die 80% kan ik alles doen wat ik wil doen. Dan wordt het leuk natuurlijk. Ja. En dat, ik heb daar wel wat plezier in, ja. Van de Korput. Kans voor Ajax om te counteren via Marco van Basten. 3-2. Met de Wit op links. En als dit goed wordt uitgebuit, is de wedstrijd definitief beslist.
via Marco van Basten. Het is 1-3. Het is over en uit voor Feyenoord. Met nog een dikke 10 minuten te spelen. Een counter uit het boekje. Ingeleid door Marco van Basten. Die de laatste tijd omringd door adviseurs. Te weinig aan voetbal denkt, zo vindt men bij Ajax. Maar te veel aan het mogelijke grote geld in het buitenland. Maar hier wel de Amsterdammers op een marge van... Hoor je ziet ook hè, met Robbie de Wit en Gerald. Dat liep best wel. Hè? Koeman, goed in verdedigend opzet. Tussen twee tegenstanders in. Maar hij komt eruit. Frankrijk uit. Vanenburg. Koeman. Voordeel. Dus een goede opening van Rijkaard op de Wit. Voorzet van de Wit. Van Basten is er. Hij doet dat prima. Nu is Van Frits Schreuder en het Engel voor Den Bosch op de kopbal van Vanenburg. Vind je het leuk om naar jezelf te kijken? Ik heb dat nooit leuk gevonden, ik vind het nu leuk. Ja, ja. Ja. Na je carrière. Ja. Ik heb dat dus nooit gedaan. Ik had ook altijd wel zoiets van, dat zie ik later wel, weet je. Nou, daar zitten we komt dan. Ook zeg gekomen, ja. Maar veel mensen zeggen, en ik deel die mening, prachtige, elegante voetballer. Maar zelf zag je dat niet zo? Nee, ik vind mezelf niet zo elegant. Ik had wel ja, mooie techniek en zo, maar ik... Ja, ik zie liever een wat kleinere, type Maradona, Cruyff, Romario. Dat vind ik ja, van die katachtige alleskunners. Ja, dat zie ik liever, maar dat is persoonlijk. En over smaak kan je niet twisten. Maar tuurlijk, ik had ook wel een mooie stijl. Maar ik vond die andere mooier, laat ik zo zeggen. Siloy, Van Basten. Hier heb ik trouwens nog een wat mooiere stijl dan later, want hier heb ik nog twee goede enkels. Tot het laatste jaar dat ik bij Ajax speelde, had ik gewoon twee goede enkels. En dan kan je toch zien dat ik wat beter op beide benen sta, dat ik ook met rest kan afzetten en zo. Ik kan me nog een doelpunt herinneren, ik weet niet of jullie dat hebben. Dat speelden wij uit tegen Go Ahead Eagles. Maakte ik een mooi doelpunt. Maar daar zag je aan van hij is tweebenig. En hij zit ook allebei de benen in balans. Dat heb ik later in Milaan een stuk minder gehad. Ajax-Sparta, 6 goals. Ja, ja. Ja, dat zijn er een heleboel. Van Basten. Van Noordwijk. Van Schip, nee. Ja, maar in die periode was ik ook echt fit. Van Schip. Ik was zelfs verliefd. Dus ja, dan gaat dat allemaal sneller. Op de bal? Nee, ik had net verkering. En toen... ik geloof dat ik in die maanden in... Nou, als ik 8 wedstrijden misschien wel 15 doelpunten had gemaakt. Zo. Ik speelde ook nog tegen Heracles uit, scoorde ik ook 5. En hier 6, dus het schoot goed op. Dus verliefdheid is het medicijn? Nou, bij mij hielp dat toen wel, dat kan me wel herinneren. Van Basten, heel mooi aangespeeld door Vanenburg. Van Noordwijk en dan weer Vanenburg. Ja, die is niet echt een mooie goal, hè. Een beetje lucky. Zie je Van Gaal, hè? Dit is een hele foute stop, dit. Zie je Louis van Gaal? Is dat hem, die er onderdoor ging? Nee, in deze beelden ga je hem tegenkomen. Hier komt hij aanlopen. Oh ja. Ja, toen had hij ook zijn ploeg al niet onder controle. Het spel was bij de eerste paal. Kan je herinneren, staat hij te balen. Ja.
Rijkaard na een presentje van Andriessen. De Wit is een tijdje uit beeld geweest. Maar speelt hij op een hele simpele wijze Vanenburg vrij. En die gunt het cadeautje aan Rijkaard. En dan is er Van Basten weer. Ongelooflijk zeg. Zijn vijfde doelpunt vanmiddag al. 25 in totaal. Met 6 doelpunten in 1 wedstrijd. Dan denk je toch van nou, het wordt nu tijd om mijn vleugels uit te slaan. Ja, een jaar 5-6 in Nederland moet je denk ik wel kunnen spelen. Dat is goed voor je. In het begin moet je erin werken, dan ben je goed en dan ben je de beste. Dat is denk ik goed. En ja, je wordt natuurlijk beoordeeld, niet op dit soort wedstrijden, maar wedstrijd Ajax-PSV, Ajax-Feyenoord. Dat zijn de wedstrijden waarin je gaat voelen van god, ik ben beter dan de rest. En dat was nog niet zo direct het geval hoor. Toen kwam op een gegeven moment Fiorentina. Die kwam om de hoek en die... Maar dat heb ik van, daar heb ik helemaal geen zin in, daar heb ik helemaal geen... Via Apollonius Konijnberg? Ja, daar was ik helemaal nog niet aan toe. Je weet trouwens hoe de villa of het appartement, of het zal wel een villa zijn, van Konijnenburg heet, hè? Grazie Marco. Meen je dat? Ja, ja, maar hij is niet goed wijs. Vind je dat storend? Ja. Hebben we weer laatst in Penthouse dat in die tijd... Ja. Spelers beter begeleid werden dan nu? Ja, die man die lijdt echt. Het is gewoon zielig. Het is gewoon zielig. Als je dat soort mensen... Het is sowieso wel gek dat ze dat soort mensen überhaupt aan het woord laten. En dat ze dan ook nog, als je zulke dingen zegt, dat ze het ook nog opschrijven. Toch heeft hij een bijdrage geleverd in jouw transfer. Dat zegt hij allemaal, joh. Dat is niet zo. Het zijn gewoon vermoeiende mensen om mee samen te werken. En ik heb daar 3 jaar mee gewerkt en dat is heel vermoeiend geweest. En that's it. Dus je was blij dat je overstapt op Ella Adriaanse? Absoluut, ja. Vrije trap van Jan van Akker. Lindenaar met Koeman. Van Basten. Goeie versnelling en oh, lekker. Geel, minimaal, rood zelfs. Rode kaart voor Jan Lekker. Die Van Basten bij die geweldige versnelling. Dit is ook een moment waarin je ziet... Het is een schandalige overtreding, maar ik denk dat de pijn wel meeviel hier. Want je rolde hier theatraal door, niet iets dat jou op lijf geschreven is. Nou kijk, ik ben op volle loop, dus je moet sowieso even doorrollen. Hier rol ik even te ver. Maar... Kijk, en dan ga je kijken. Het is op, dat moment, rood. Het is op dat moment ook belangrijk dat je tegen 10 man komt te spelen. En ik naai hier niet iemand. Ik bedoel, hoe kun je dat beter zeggen? Nee, je naait hem geen gele kaart aan. Nee, of geen rode kaart. Nee, dat ziet iedereen. Dus ik kijk alleen of het gebeurt. Je speelde hier met nummer 6, hebben we het net al eventjes over gehad. Dat was die periode dat Johan zei, gaan we op middenveld voetballen. Ja. Bosman in de spits. In het begin vond je het wel leuk? In het begin vond ik het wel leuk, maar op een gegeven moment begon het toch ook wel te irriteren... dat die Bosman, die schoot er ook 4-5 in, geloof ik. Toen dacht ik, nou, moet ik ook weer doen. En ja, ik weet niet... We zitten inmiddels in het eerste jaar van Johan Cruijff als technisch directeur. Hoe was dat? Heel leerzaam, ja. We hebben toen een aantal trainers gehad met Linde en De Mos. En toen kwam Cruijff. Spits Koon was dat ook. En toen kwam Cruijff. En dat was voor een jonge groep die wij hadden, was dat heel erg interessant en heel erg goed. Wij hebben heel veel geleerd van hem. Heel veel op tactisch gebied. En dat is op een gegeven moment toch heel belangrijk. Je ziet ook in die tijd speelden de meeste spelers ook een goed niveau. Hè? Zoals Rijkaard, toch op jonge leeftijd. En Winter en Bosman. Die zijn later allemaal weggegaan. Maar als ze aan die periode terugdenken, is het een hele fijne periode geweest. Want dat was een goede sfeer. We speelden goed. En je was gewoon in een proces. Je was gewoon aan het studeren is overdreven, maar we waren aan het leren. En Johan was daar de perfecte man in. Wij hebben wat dat betreft, heb ik goed met Johan kunnen werken. Omdat hij was ook eigenwijs, ik was ook eigenwijs. Maar ik kon ook tegen hem tekeer gaan en hij ook. Maar ik hield wel altijd respect, weet je wel. En dat deed hij ook. Hij kon het scheiden. Ik bedoel, ik weet nog goed, we speelden een keer uit tegen... Toen deed ik niet eens mee. We speelden uit tegen VVV, die verloren we. Na de wedstrijd had hij de ziekte in. Die zei ta-ta-ta. En iedereen toch een beetje van Jezus.
En we rijden terug met de bus en hij ging meekaarten met de jongens. Dus dat was het zakelijke. En daarna kwam gewoon weer privé gedeelte. Vriendschappelijk. Ja, en dat vond ik opvallend. Dat kon hij goed scheiden. Dat was bijvoorbeeld met een Aad de Mos was het een ander verhaal. Ik wou net zeggen, want dat aspect staat ook nog heel leuk in je schriftje verwoord. Dat kunnen we er even bij zoeken. Even kijken, dat is deze. Heb jij goede aantekeningen van gemaakt? Dinsdag 23 april 1985. Utrecht Ajax 0-1. Ik reserve. Twee keer uitroepteken. En jij zet dan in het citaat: De Mos is nog nooit in vorm geweest. Dat was een reactie op een uitspraak die hij had gedaan vlak voor deze wedstrijd. Ja, hij had gezegd in de krant van ja, Marco is niet in vorm. En toen had ik zoiets van, ja, ik weet tenminste wat in vorm zijn is. Hij is nog nooit in vorm geweest. Jij schreef in je schriftje, waarschijnlijk met lichtelijke triomfantelijke gevoelens. De Mos is op 6 mei als trainer van Ajax op non-actief gesteld. Ja, nou goed, ik was daar niet mee bezig. Maar ik werd op een gegeven moment wel de gebeten hond in iets. Waarvan ik dacht van, dat is niet terecht. En toen hebben we, dat is dus maandags of... We hebben toen zaterdag, zondags tegen Haarlem gespeeld. En maandags hebben we dus met de groep een bespreking gehad. En uit die groep kwam van... move. Het liefst move. Hij in eerste instantie... We hadden een bespreking met hem. En er kwam niks uit die groep. Toen zei hij, nou jongens, praat zelf maar. Toen ging hij de spelers home in. En toen zeiden er gelijk een aantal spelers, waaronder ik niet was, van weg. Wie waren dat en wel? En toen ben ik daarmee akkoord gegaan, hè? Dat wel. Maar... Wie waren dat? Ja, ik weet nog niet of dat hier gepast is om die namen te noemen. Maar Frank Rijkert was het even. Ja. Oh, Walter Meeuws. Hier straalt wel klasse. Kunnen hem nog wel eens een keertje terug laten spoelen, want hij is erg mooi. Dit eerste is mooi, hè? De tap. Dit is mooi. Ja, springen. En er komt een schaar. Ja. Ja. En een stift met links. Ja. Dit vind ik het mooiste. Het sprongetje erbij. Die schaar is zoiets van, nou, daar moet nu een schaar uit. Een beetje te ver gezocht van ik. Dan had je ook zo'n periode, weet je. Dan wilde iedereen gaan scharen. Terwijl je kan hem gewoon voorbij. Nee, je moet scharen. Beetje overkill dit. Ja. Goed. Zullen we maar gelijk doorzetten naar het volgende fragment. Gerrits. Vries de bal aan Witsche, heeft geluk dat Koter assistentie in de buurt is. Samuel. Kijk hier, dit is, ja. Hier speelde... Ja. Dit is Ajax-PSV. Heel blij, hè? Ja. Dit is Ajax-PSV. Die stond Gulluk, die stond laatste man. Die stond daar, ja. Maar die speelde laatste man. Nou, die was er even niet. Die was net ingeschoven. Ja, die schoof alleen maar in. Toen scoorde ik twee keer volgens mij. Ja, we krijgen dat andere doelpunt hierna. Grappig, hè? Ja. Marco van Basten, die zomaar weg. Oh ja, dat weet je. Heel laag in de verre hoek, hè? Ja. Nu voor hem, maar langs. Ja. Dit is op zijn Braziliaans getrapt. Ja, dat kon ik toen. Ik heb een keer een doelpunt gemaakt met het Amsterdam-toernooi tegen Manchester United van een meter 38. En toen schoot ik hem ook. Hard en met mijn buitenkant. Maar dat kon ik later nooit meer. Droom je wel eens over voetbal nu? Nee. Maar dagdromen, fantaseren, ik bedoel als je op straat loopt. Ik had vroeger bijvoorbeeld als jongetje dat ik altijd een bal aan mijn voet had. Ook al had ik hem, dat was een denkbeeldige bal. Heb jij dat vroeger ook gehad? Nou, ik liep wel inderdaad op school. En als we een pakje kauwgom op de grond, dan even poef door zijn benen tikken of zo. Dat werd op een gegeven moment wel ziekelijk.
alles wat er op de grond op de straat lag, dat zag je iemand met zijn voeten tegen elkaar gaan staan en zo. Stuur. Stuit op Rijkaard. Van Basten. Rijkaard. En weer Van Basten. Ja, dat is simpel. Tiende minuut, tweede helft. En Van Basten beslist in principe de wedstrijd definitief. Ik vind hem beter dan Gullit. Ja. Nou, dat is zo moeilijk, hè? Frank was een heel ander type. Frank was krachtig en had daarbij een goede techniek. Frank was echt de kracht, Ruud was de persoonlijkheid. En ik denk dat ik het idee had hoe ze erin moesten. Rijkert in zijn rol was heel goed. Ruud in zijn rol was heel goed. Ik was ook niet slecht. Rijkert. Van Schip. Wouters. Van Basten. Schitterend! Schitterend, Marco van Basten. Het mooiste doelpunt van deze competitie, denk ik. Op het moment dat Ajax echt even morsdood zat, is het Europees topscorer Marco van Basten, die met een fabelachtige omhaal Ajax op 3-1 brengt. 20 minuten voor tijd. Kijkt u nog eens en geniet u mee. De perfecte omhaal. Ja, hij neigde wel naar, ja, moet ik zeggen. Duel met Blind. En Blind is de winnaar. Wouters doet de rest voor Ajax. En Van Schip en Van Basten combineren verder. Vier aanvallers, drie verdedigers. Als Ajax dit handig speelt. Van Basten doet het zelf. Hiele. Via de voet van Hiele. Ajax voor de tweede keer aan de leiding. Die aanval is mooi. De bal gaat er heel lullig in. Is dat balen voor je spits? Of? Nou ja, hij kan er liever strak in het kruis gaan, dat is simpel. Maar in zo'n geval is het in eerste instantie belangrijk dat hij erin gaat. Want de actie was daarvoor helemaal mooi vanaf het middenveld. En ja, dan gaat hij er toch in. Het is toch Ajax Feyenoord. En mazzel. Ik moest het hebben van mijn snelheid. Ik kwam niet veel hoger, maar ik was vaak sneller bij een bal. Dus je maakte het ook vaak bij de eerste paal? Ja, ja. Echt torenhoogte bovenuit en dan tussen alles en iedereen een knikken. Dat is echt meer voor de Engelsen. Dat, Peter Houtman. Ja. Bosman die heeft zich wel eens, want je laat hier Johnny Bosman scoren, die heeft wel eens in een interview zich beklaagd over het feit dat Cruijff jouw privé-trainingen gaf en hem niet. Hij voelde zich een beetje achtergesteld. Was dat zo? Ik denk het wel, hè? Cruijff gaf mij geen privé-trainingen, maar Cruijff had natuurlijk veel aandacht voor mij. Dat had hij ook nodig. En ja, Bosman was daar toch, die liep daar achteraan. Als ik naar links ging, dan moest Bosman daarna naar links, weet je wel. Ik bedoel, zo zat het een beetje. Maar goed, dat is ook zo gaat het met elftallen. Je hebt één belangrijke of twee belangrijke en daarna dan... hij was dan toch minder belangrijk. Het is best wel moeilijk ook om in de schaduw ja, maar dan had hij maar beter moeten zijn. Dat klinkt heel hard, maar zo werkt het wel in de top. Marco van Basten. Opgenomen in de Hall of Fame van mijn herinneringen. Wilkes gepasseerd met terugwerkende kracht. De luisterrijke Lenstra legt hij in de luren. Roel Wiersma en Kees Kuijs. Kanonnenvlees voor Marco's macht. Soms maakt Johan zich zelfs zorgen, zegt hij. Schijnbaar voor de gein. Op de video van het geheugen voetbalt iedereen weer zonder pijn.
Johan Cruijff-actie, hè, denk ik. Ja. Dat is ook leuk. Dat is ook bewaard gebleven. En dat zit in het schriftje. Je hebt een aantal schijnbewegingen opgeschreven. Ik denk toen in jaren 13, 14. Ja, kan je het herinneren? Ja. Is niet te geloven. En ik denk dat trucje 8, dat dat overeenkomt met het beeld wat wij... Net zagen, ja, dat klopt, ja. Wat staat daar? Bij de corner hak je achter de, achter de rug tussen aanhalingstekens Cruijff. Ja, kijk, je had gewoon heel veel schijnbewegingen. En dat trainde je, tenminste, dat oefende je op met vriendjes. Op straat? Of op de club? Op straat. Dit is allemaal gewoon huiswerk. Staat er op het einde. Bij het dribbelen op de man af, met de binnen- en buitenkant steeds om zijn beurt. Is erg belangrijk, plus in een zo snel mogelijk tempo. Ja, hoe oud was je toen je dat opschreef? Nou, ik denk een jaar of 13, 14. Didier Six. Ja, de truc van Didier Six. Hmm. Hoe gaat die? Dat je eerst net of je je tikte naar binnen en dan naar buiten. Nou, dat deed hij heel goed. Linksbuiten. Maar het leek wel of voetbal voor jou toch ook een soort wetenschap was. Je kon het leren. Ja, maar dat is ook zo. Voetbal kan je een heel eind leren. Maar de echte, dat is talent hoor. Het echte wat je meekrijgt. Dingen zonder denken doen. Intuïtief. Je kan dit allemaal leren, maar als jij niet het moment weet waarop je het moet doen. Of dat zeg maar is op 40 centimeter voor je man af, of 30 centimeter of een meter. Dat kan je, dat moet je zo vaak doen van de straat. En ja, dat is bijna niet te leren, dat zit in je. En hoeveel heb jij meegekregen van God, als je het in percentages moet uitdrukken? Ja, dat weet ik niet. Ik denk zat met voetballen heel veel. Ik denk het wel, ja. Maar niet zoveel als Maradona? Nee. Nee. Ook niet zoveel als Cruijff? Nou, anders. Kijk, Cruijff was toch, kon meer individueel. Maar ik denk dat ik als pure spits meer kon, tenminste, meer doelpunten maakte. Meer dingen deed voor de ploeg, weet je wel. Hij was toch meer zwerven over het hele veld. En ik was zeg maar echt puntgericht. Dat was hij in het begin van zijn carrière wel. Ja, ja. Maar goed, ik maakte in het begin van mijn carrière, in vergelijking met zijn carrière, ook meer doelpunten. Hij had gewoon andere dingen. Je hebt dan Pelé, Maradona. Nou, dat is zeg maar de niet Cruijff? Dat is de eerste klas. En Cruijff. Daarna krijg je de Europese klasse. Met Platini. En Beckenbauer. Nou, dan denk ik dat ik er wel dichtbij kom. Dat denk ik wel. Als ik naar Platini kijk en naar Beckenbauer en wat heb je nog meer van die jongens? Kevin Keegan en zo, dan denk ik van nou, daar voel ik me niet, maar dat is gewoon wat ik voel, daar voel ik me niet veel minder mee of bij. De voorbereiding op de Europacup-wedstrijd tegen Malmö. Denk je beste Europacup-wedstrijd bij Ajax? Nou, toen zat mijn enkel al goed in het puin, hoor. Ik kan me nog herinneren, want dat is wat ik toen zei. Toen hadden we zeg maar anderhalf jaar Cruijff erop zitten. En we groeiden als individu en we groeiden als collectief. Rijkaard. Je vraagt je om de bal. Ja. Maar je zag ook op dat filmpje dat ik voor de wedstrijd zelfs nog mank liep. Meen je dat? Ja. Dat filmpje wat ik net zei, dat heette Schijnbewegingen. Ja. Toen kwam ik uit de bus met een... Toen was ik absoluut niet fit. Wie werkte er toen aan jouw enkel, maar zo te zeggen? Pim van Dort. Ja. Reinier van Danzig? Pim van Dort, Reinier van Danzig, Dick van Toren... Richard Smit, ik heb een heel veel aan mijn enkel proberen te doen. Maar ook chirurg als Marty? Nee, ja, die zei, daar is het eigenlijk mee begonnen. Want ik kreeg het probleem tegen Groningen. En toen zei dokter De Groot, van, nou, dat is niet zo erg. Gezien op de röntgenfoto, dus het is niet zo erg. Een paar maanden later, ik bleef me last houden.
toen kwam Johan erbij, zegt, we hebben een Europa Cup wedstrijd. Ik wil hem laten spelen. Kan dat? Zonder dat hij daar verdere gevolgen van krijgt. Toen zei Martin van, nou, het zal niet gauw slechter worden. Het is niet goed, maar het zal niet gauw slechter worden. Dus nou, dat was voor Johan genoeg om te zeggen van, nou, je moet spelen. Wat vond jij daarvan? Ja, ik ben daar te jong in geweest. Ik ben daar gewoon te jong en veel te gretig. Ik wilde me etaleren. En ik wilde graag voetballen. Achteraf zeg ik van, god, in die periode, met de know-how en al de ellende die ik heb meegemaakt met mijn enkel, die kennis die ik daar nu over heb, had ik natuurlijk nooit moeten gaan voetballen. Ik had me toen de tijd heel goed moeten laten onderzoeken. En vervolgens zeggen van, god, wat is nu verstandig om te doen? En daarna is hij aan voetballen gaan denken. Dit was trouwens wel een mooie wedstrijd als voetballer. Dat heb ik wel beleefd, echt. Ja, het was na een zware winter, hè? Hele zware winter, ja. Deze penalty miste ik trouwens nog. Dat gaan we ook zien. Het was een belangrijke penalty die ik miste, zeg. Ik denk, jezus, heb ik dat? Dat zijn leuke beelden. Die camera die blijft op je staan. Ja. Wat ik me herinner is dat ik nog een keer spuug of zo in de lucht. Ja. Stond altijd wel charmant. Kijk ik achteraf naar, jezus man. En nu zeg je ook iets. Wat zeg je nou? Moet je kijken. Ik denk scheisse. Ja? Dat denk ik, ja. Harry, Dennis Bergkamp. Dat was een belangrijk momentje. Die spel was met zijn lange paas. Dat is leuk, dat is ook... Toen Ajax 2 jaar geleden de Europa Cup 1 won, weet je wel. Dat is dan weer voor de eerste keer na een lange tijd. En dan zit zo'n elftal zit zo goed in elkaar, er is zo'n goede sfeer. Dat zijn de mooiste momenten. Maar als je dit nou zo ziet, is er dan iets van ontroering? Of kijk je daar... Nee, ik kijk er niet onbewogen naar. Nee, ik kijk er zeker niet onbewogen naar. Maar ik kan hier niet gaan zitten halen voor de televisie. Rijkaard. Siloy. Martial tegenover hem. Van het schip. Siloy door en los van Martial. Sonny Siloy. Van Basten. Het is 1-0. Ja, hoe je het doet, doe je het, maar het is nou niet echt geweldig, maar het is een knappe goal. En dat is denk ik ook wat Kluivert het heeft. Die weten dan toch op dat soort momenten gewoon te scoren. Je bedoelt met de Europa Cup finale en Nederland-Engeland? Ja, op de een of andere manier heb je toch wat. Kort na het winnen van de Europa Cup 2... vertrok Marco naar Milaan, waar hij zich na een moeilijk eerste seizoen ontpopte tot de beste naoorlogse spits van de Serie A. Che impressione ti ha fatto questa accoglienza? Is your impression? Benissimo.